In de bibliotheek van Dronten kun je iedere twee weken op dinsdagochtend terecht voor het autisme-spreekuur. Vrijwilligers van de Nederlandse Vereniging voor Autisme kunnen vragen beantwoorden en een luisterend oor bieden. Nathalie van Herwaarden en Astrid Vernooy hebben dit spreekuur samen opgezet. En ze zijn hier in de studio. Ja, vanochtend hadden jullie weer zo'n spreekuur. Uh, Nathalie, ja, wat, wat voor vragen kwamen er vanochtend zoal voorbij? En vanmorgen ging het uh, meer over lotgenotencontact. Ouders van kinderen met autisme... Uh, ja, als je kind autisme krijgt, dan gaan ze vaak naar een andere school. Je komt uh, in een wereld van autisme terecht en dan zoek je antwoorden. En vooral erkenning en herkenning, dat vinden wij gewoon heel erg belangrijk. Ja, nou, als dit spreekuur is dus bedoeld voor uh, ouders van kinderen met, uh, met autisme? Um, ouders, partners, maar ook mensen die zelf autisme hebben. Die uh, kunnen komen om uh, inderdaad vragen te stellen, een luisterend oor kunnen we bieden. Dus eigenlijk voor iedereen die uh, met mensen met autisme te maken uh, heeft, die kan daar terecht. Ja. En met alle mogelijke soorten vragen? Ja. Ja, eigenlijk uh, over zorg, over sporten, over uh, scholen, eigenlijk alles. Hè. Dus vooral over het omgaan ermee? Of, of kun je ook echt de diepte ingaan van goh, zeg maar een beetje de medische kant? Uh, het, het is voornamelijk. Uh, ja, de medische kant... Ik ben geen psychiater, dus ik kan daar... We kunnen wel aangeven, joh, dat zijn wel duidelijke symptomen die je tegenkomt met autisme. Uh, maar ja, we kunnen geen diagnoses of zo gaan stellen. Maar we kunnen mensen wel helpen daarin van, joh, misschien zou het kunnen zijn dat... En zou je eens hulp moeten gaan zoeken daarin. Ja, nu de, de ene persoon met autisme is de andere niet. Hè? Dat, dat uit zich allemaal op verschillende manieren. Um, Nathalie, jij hebt zelf vijf kinderen, uh, allemaal met de diagnose autisme. De oudste kreeg dat twintig jaar geleden, die diagnose. Ja, um, ja de, toen was er niet zo'n spreekuur volgens mij. Nee. Waar, waar haalde jij je informatie vandaan? Een um, bibliotheek. Um, als je kind een diagnose krijgt, dan volg je een oudercursus. Uh, hoe ga je om met kinderen met autisme, krijg je handvatten? Daar kreeg ik mijn informatie en vooral in de weekbladen zoeken. Um, ja, internet was er toen nog niet echt. Het was een beetje het begin van het internet. Dat was gratis en dan moest je wel de minuten uh, betalen, geloof ik. Maar daar kwam ik uh, uiteindelijk op op een forum en daar haalde ik uh, de herkenning en de erkenning. En... Uh, vooral dat het niet aan de moeders ligt en aan de vaders ligt dat je kind autisme heeft. Want dat, 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 had, dat dacht je toen eigenlijk? Ja, dat dacht ik zeker. Maar wat dacht je dan, wat voor invloed je daarop had? Nou, misschien de opvoeding. Hè? Zeker bij je eerste kind. Uh, althans, bij mijn eerste kind. Uh, ik was 21 bij de oudste. Uh, doe ik het goed? Lees ik niet genoeg voor? Uh, doe ik dingen verkeerd? En dan uiteindelijk hoor je, nee, het is autisme. Daar is je mee geboren. Dus het ligt niet aan, uh, aan jou. En dat is al heel fijn om te horen. Jij gaf dat echt een gevoel van opluchting? Ja, zeker. zeker. En zijn er zijn nog steeds ouders die denken, van, wat doe ik nou verkeerd? En dan uiteindelijk horen van, nee, autisme is echt aangeboren. Een kind krijgt geen autisme door andere opvoeding. Wat had het voor jou eigenlijk uitgemaakt... als er destijds zo'n duidelijk informatiepunt was geweest... als dit autisme-spreekuur? Heel veel. Heel veel. Uh, vooral dus de herkenning. Dat uh, mensen... Uh, dat ik mijn verhaal kwijt kan en mij begrijpen. Zonder dat ik alles hoef uit te leggen. Ze weten waar ik het over heb. En dat merken we nu ook. Er komen mensen en die vertellen iets. En wij weten wat ze bedoelen. We weten wat ze meemaken. We weten het traject dat ze hebben gelopen. Zonder dat ze dat drie, vier keer hoeven te zeggen. Ja. Hoe is dat bij jou Astrid? Jij hebt twee zoons hè, die ja, uh, autisme hebben. Ja. Goed. Uh, en is, is dat, had jij vergelijkbare problemen als, uh, als, als die we van Nathalie horen? Dat je in het begin um, uh, ja, moeite had om je informatie bij elkaar te sprokkelen? Uh, ja, eigenlijk wel. Ik, uh, mijn jongste kreeg de diagnose al met 3,5 jaar, dus die was echt heel jong. En dan uh, kom je eigenlijk in een situatie terecht waarvan je denkt, en nu. Ik had gelukkig uh, het geluk dat hij gelijk naar een medisch kinderdagverblijf kon, waar wel heel veel expertise was, waar ik altijd terecht kon met vragen. Uh, dus dat scheelt. Maar voor soort vragen had jij toen? Um, ja, hoe, hoe ga ik hiermee om? Wat kan ik doen om het voor hem makkelijker te maken? Uh, hoe kan ik voorkomen dat hij iedere keer afbrandt, zal ik maar zeggen. Dat hij echt ontploft. Of, uh, want dat kon zomaar gebeuren met de meest simpele dingen. Ja, dus gewoon eigenlijk hoe je in de thuissituatie dat het handigste ja. kon handelen. Ja. ja. Dus uh, ja, je zit echt van, wat moet ik hiermee eigenlijk? En dan... Uh, Kom je erachter dat inderdaad structuren zijn gewoon heel belangrijk en gewoon duidelijkheid? En ik denk dat de meeste kinderen dat wel hebben, maar net iets meer. Ja, dat, 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 ja ze hebben een gestructureerde omgeving nodig. Ja. Ben jij gestructureerd mens eigenlijk van nature? Uh, ik heb zelf ook de diagnose autisme. Dus ik ben, oh, van dan mezelf... ben je wel een beetje dan. Ja, <laughs> dan ja. ben ik redelijk gestructureerd. Ja, want ik denk dat er ook best wel ouders langskomen. Ja, als ik, als ik zelf een kind zou hebben met uh, autisme, ja, dan moet ik het mezelf ook opnieuw opvoeden. Want ik zou echt een, chaot... ik heb een chaotisch leven leid ik. Maar dat kan dus bijna niet met een kind met autisme. Ja, dat, uh, ik denk dat je erin meegroeit. Ik denk als je, toen ik alleen was, dan. Ja, was ik ook wel van de een op de andere moment van, oh, ik ga nu even daarheen, ik ga nu even daarheen. Nu weet ik gewoon, dat kan ik niet doen. Dat moet ik even tevoren even aangeven. Joh, morgen gaan we. Dus dat, ja, je groeit erin mee. Het is natuurlijk niet dat je gelijk een kind van tien jaar thuis hebt zitten, die uh, opeens autisme heeft. Nee, maar het is in ieder geval, je, je moet aanpassen, je leven pas je aan. En hoe hebben jullie elkaar eigenlijk gevonden, Nathalie? Um, mijn oudste zoon, die wilde heel graag voetballen. En in een regulier team ging dat niet. Dat was te moeilijk. Uh, te, te veel mensen, te veel prikkels. En zo zijn we bij Flevo Start terecht terechtgekomen. En daar gingen mijn andere kinderen ook sporten. En dat is een uh, sportclub voor mensen met en zonder handicap. En daar heb ik Astrid, leren kennen. Want haar kinderen doen daar ook sporten. En ja, daar kom je heel veel met elkaar uh, in gesprek. Over de kinderen, vooral over de kinderen. Over uh, de school en, uh, ja, en sport. Ja, dat voor, voor, voorbeeld van het voetballen laat natuurlijk al zien dat het ook heel belangrijk is hoe de maatschappij omgaat met, ja. uh, met mensen met autisme. Ja, um, ja de, de mensen die op jullie spreken komen, dat zijn mensen die natuurlijk al heel direct mee te maken hebben. Maar misschien zouden uh, andere mensen uh, ook iets meer rekening moeten houden. Hè? Wat, wat, wat zou je nou eigenlijk vooral als boodschap willen meegeven over uh, ja, hoe je. M, wat, wat, wat zouden wij moeten weten in zijn algemeenheid over mensen met autisme? Dat het ook mensen zijn. Dat het ook gewoon net als iedereen mensen zijn. Uh, alleen ze doen. Uh, informatie met anders opnemen, neem daar de tijd voor. Uh, geef ze de ruimte. Dus dat, uh, dat vind ik het belangrijkste. En in niet uh, die stigma van oh, je hebt autisme, dus jij kan niet tegen veranderingen. Oh, je hebt autisme, uh, dan kan je de druk niet aan. Uh, geef ze een kans. Ja, uh, want um, uh, Astrid, uh, vind, ja, als je nou op latere leeftijd erachter komt hè, dat je te maken hebt met autisme, vind je dat je dat op je werk moet delen of juist niet? Of wat? wat... Want je, dat, ja, ineens kijkt de wereld misschien wel anders naar je. Ja, ik, ik denk dat, je dat, dat ieder mens dit voor zichzelf moet bepalen. Het is natuurlijk afhankelijk van hoe is de werksfeer, uh, hoe zijn je collega's. En kom je op het werk, loop je tegen dingen aan wat met je autisme te maken heeft. Uh, dus ik denk dat het daar heel afhankelijk is. Ik denk dat je daar een rechtstreeks antwoord kan geven van je moet dat delen. Nee. Ik, ik raad het wel aan om sowieso aan een leidinggevende of zo door te geven... Ja, je kan op een gegeven moment tegen dingen aanlopen. En dan is het wel prettig als er in ieder geval mensen op de hoogte zijn wat er speelt en kunnen helpen. Ja. Nou, zit je thuis met dit soort vragen? De vragen die ik net stelde bijvoorbeeld. Uh, dan kun je terecht bij uh, de Nederlandse Vereniging voor Autisme. of dus uh, bij het uh, spreekuur. Kijk eventjes op autisme.nl. Daar staat ook vast een link in naar dronten, denk ik. Ja, ja Nathalie knikt. Ja. Uh, Nathalie van Herwaarden en Astrid Nooi, hartelijk dank. En uh, ja, succes weer over twee weken.